Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Karpenvissen op Verenigingswater. We zijn weer op dezelfde vereniging als vorige keer. Ik ben dit keer samen met de maat van mij en we gaan weer een paar uurtjes vissen. Het is best wel lekker weer en het is wat later op de dag. We gaan dus weer vissen tot de avond en dan is het maar hopen dat er een mooie karper uit gaat komen. Ik heb al wat actieve vis gezien, wat zwemmende vissen aan de oppervlakte en wat enkele aasbellen. Ook al wat springende vis en dat in de paar minuten dat we bezig waren met de hengels klaarmaken en de auto uit te laaien. Dus ik heb er op zich wel vertrouwen in. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik ga tegen het eiland aanvissen. Het is wel te zien dat het najaar eraan zit te komen. De bosjes beginnen al geel te verkleuren en het zal niet lang meer duren voordat de rest van de planten en bomen ook gaan verkleuren. Het is tot nu toe nog redelijk warm, maar de nachten die worden al steeds koeler en dit kan wel eens invloed gaan hebben op de vissen. Eén hengel ga ik vissen met de enkele 20 mm krilbolie. En mijn andere hengel die ga ik vissen met een dubbele 20 mm krilbolie. Ik voerde een paar bollies met de werppijp en hier aan de rechterkant van het bosje schoot eigenlijk al meteen twee karpers weg. Dit laat in ieder geval zien dat we de juiste plek hebben uitgekozen. Hopelijk gaan ze nog terugkomen en gaan ze zo bijten. Kijk eens aan, de hengeltjes die zijn uitgevaren naar het eiland. Redelijk strak erop, dus de slip die staat helemaal dicht. Mijn linkerhengel die heb ik hier rechts langs het bosje liggen. Eigenlijk op de plek waar ik de twee vissen net zag. Mijn andere hengel die heb ik naar de andere kant van het eiland. En ik had zo net dus de bollies hier gevoerd. Van deze kant naar deze kant van het eiland. Drie handjes met bollies. En dan om bij te voeren heb ik in de voerboot wat particles. En ik heb wat bolliedeeg met een paar gehalveerde bollies erbij gedaan. Dit bij allebei de hengels. En nu is het maar weer afwachten. Ook mijn maat heeft zijn hengels al in liggen. Je hebt hier een mooi lelieveld. Er is op dit moment niet heel veel meer van over, want de meeste begint er weer af te sterven. Daar ligt hij in ieder geval met één hengel te vissen. En met zijn andere hengel ligt hij ongeveer hier zo naar de overkant te vissen. Mijn maat kreeg ze net een aanbeet op zijn rechterhengel. Een paar piepjes en een volle tik op de top. Maar hij loste hem al meteen. Dus daar is balen. Het is nu maar weer even afwachten. En hopelijk gaat hij nog een keer het aasen pakken. Het begint alweer goed te schemeren. Het is alweer bijna donker. En het stinkt hier als de ziekte. Er is ergens een fabriek aan het draaien. En dat geeft echt een flinke lucht. Dat wil je niet weten. Daar zijn we dan. Regelrecht uit South Park. Wat een stank, jongens. Echt niet normaal. Het is echt niet te doen. Dus mijn trui maar dichtgeknoopt over mijn neus heen. Dat scheelt in ieder geval al iets. Maar zelfs daar komt er nog doorheen. Je kan het bijna proeven. Nog eventjes hier zitten en we kunnen een nieuwe special op gaan nemen. Gadverdamme, man. We hebben niks meer gevangen. En we gaan nu dus ook de spullen maar in de auto laaien. Volgende week dan gaan we het gewoon weer opnieuw proberen. En hopelijk hangt er dan een frisser luchtje.